Goeiedag, beste leerlingen van het tweede jaar. Welkom op dit tweede instructiefilmpje, ditmaal met een PowerPoint. En als we met een PowerPoint werken, dan zien jullie hier steeds in het groot onderwerp verschijnen en daaronder de bijhorende paginanummers. We gaan het hier dus hebben over het werkwoord en we gaan twee stukjes in de cursus invullen. Je volgt rustig mee, leg je cursus open. Ik duid telkens aan waar we precies zijn aanbeland. We gaan even een korte herhaling doen. Het gaat hier kort over woordsoorten. Jullie weten al dat we zelfstandige naamwoorden hebben, bijvoeglijke naamwoorden hebben, dat er ook werkwoorden zijn. Nu, we kunnen werkwoorden nog onderverdelen in een hele hoop ondercategorieën. En daar gaan we het vandaag over hebben. Dat is erg belangrijk om ten eerste Nederlands goed te snappen, goed te kunnen vervoegen, maar ook zeker om in andere talen je weg te vinden. En we starten met de kenniskoffer op pagina 428. De oefening die eraan vooraf gaat, mag je dus nog even negeren. De eerste vorm die in die kenniskoffer wordt herhaald, want het is eigenlijk heel de kenniskoffer herhaling, is de infinitief. En die zou je toch echt nog wel gekend mogen zijn. We hebben die geleerd als de wij-vorm. Dus je kan die het makkelijkste vinden door gewoon te kijken hoe zou ik het werkwoord vervoegen als ik er wij voor zet, bijvoorbeeld wij spelen, wij bieden, wij drinken, wij eten. En dan weet je meteen de infinitief. Dat is ook de vorm waarin het werkwoord in het woordenboek zal staan. Veel van de Nederlandstalige werkwoorden eindigen op en, maar niet allemaal. Een werkwoord zoals zijn, bijvoorbeeld niet, al zijn ze erg zeldzaam. Als je hier in deze lijstje gaat kijken, dan zie je allemaal en'tjes verschijnen. Het is een makkelijk trucje om het te onthouden. De volgende vorm zou ook wel zeer gekend moeten zijn. De persoonsvorm of de DV. We vinden die zoals altijd door een ja-nee-vraag te stellen, wanneer die dus van voor in de zin terechtkomt. We kunnen scheidbare werkwoorden hebben, dan hangt daar een ADPV aan vast. Later daarover nog iets meer. Wat erg belangrijk is bij de PV, is dat de PV het getal van de zin bepaalt en de tijd bepaalt. Wanneer ik jullie dus vraag om getal en tijd van een zin aan te passen, dan moeten jullie dit doen. Kijk even mee. Ik speel erg graag met Lego. Wanneer ik getal en tijd verander, dan kan ik bijvoorbeeld dit maken. In het geval van getal moet ik ook mijn onderwerp veranderen. Want als ik hier jij van maak of hij, dan is het nog altijd maar één persoon. Ik moet zorgen dat ik naar een meervoud ga hier, want het staat in het enkelvoud. Dus ik heb gekozen voor wij, waar is mijn muis, daar. En dan moet ik ook een n'tje toevoegen. In het geval van tijd moet ik hier, de tegenwoordige tijd, veranderen naar een andere tijd. Ik heb gekozen voor de verleden tijd, maar ik kon perfect ook de toekomstige tijd kiezen. En op die manier kan je dus een zin aanpassen van getal en tijd. Goed onthouden dat bij getal ook je onderwerp meedoet. En iets verder dan is het voltooid deelwoord of de VD. Die zou ook wel erg gekend moeten zijn. Die staat steeds met een hulpwerkwoord in de zin. Dat wil dus ook zeggen dat er altijd een ander werkwoord aanwezig is en dat andere werkwoord is dan ook meteen de PV. Het voltooid deelwoord wordt heel vaak voorafgegaan door het voorzetsel ge, maar dat moet niet per se. Heel wat werkwoorden doen dat, en dat is makkelijk het op die manier te herkennen, maar let op, er zijn er een aantal die dat niet doen. Bijvoorbeeld, de hond heeft gedronken. Ik heb hier mijn PV, heeft. En heeft is hetgeen dat ook vervoegd wordt. Gedronken zegt mij niets over het getal van de zin. Want als ik hier ga kijken, de honden hebben gedronken, mijn PV heeft zich aangepast, maar gedronken blijft gedronken. Dus het is nog steeds die PV die het getal aangeeft. En je ziet hier die ge verschijnen, net zoals heel vaak bij veel werkwoorden het geval is. Paddenstoelen zijn gekweekt, hetzelfde verhaal. De volgende is een beetje lastiger. Het is gebeurd. En gebeurd is een uitzondering in die zin dat het werkwoord in de infinitief al vooraf wordt gegaan door ge. Gebeuren. En in dat geval is het iets moeilijker om te herkennen, is het nu een voltooid deelwoord of niet. Dan moet je gaan kijken naar die is, het hulpwerkwoord. Daarover spreken we later trouwens opnieuw. Die is de PV. En dan weet je, het is een voltooid deelwoord. Mocht hier nu staan, het gebeurt, dan heb ik geen ander werkwoord, dan is het de PV, geen voltooid deelwoord.
Belangrijk gegeven om te onthouden die gebeurt, want er worden heel veel fouten tegemaakt en is een typische op een toets. De meester is verdwenen, dat is dan zo'n werkwoord waar we geen ge meer voor zetten. We zeggen niet de meester is geverdwenen of vergedwenen, dat klinkt belachelijk. Waarom doen we dat niet? Omdat die ver al een voorvoegsel is en dan voegen we niet nog eentje toe. Bijvoorbeeld bij vertellen doen we dat ook niet. Het is niet geverteld of vergeteld, dat doen we niet, het is gewoon verteld. En de baby is geboren, nog zo eentje. Geboren worden, nog eentje zoals gebeurt, daar staat die ge al voor. En dan de laatste vorm van het werkwoord is het tegenwoordig deelwoord. Dat is een vrij eentje dat zeer vaak vergeten wordt door de leerlingen, maar niet zo'n moeilijke. De vorm is gewoon werkwoord plus d en er kan een al voor staan, maar dat hoeft niet. Waarvoor gebruiken we dat nu? We gebruiken dat om een bepaalde situatie die we willen vertellen, maar waar twee dingen tegelijkertijd gebeuren, om dat snel te kunnen zeggen. Bijvoorbeeld, als spelend vielen ze van de wip. Je wilt vertellen dat ze van de wip vielen, maar je wilt snel ook vertellen dat ze aan het spelen waren, dat ze niet aan het vechten waren of zo. Dus voeg je daar die als spelend aan toe. En de situatie is meteen veel duidelijker. Ze hadden plezier, ze vielen van de wip. En huilend liep ze dan naar de juf. Ze heeft zich duidelijk pijn gedaan. Ze begint te huilen en ze loopt naar de juf. Die al kan ik dus telkens toevoegen en weglaten. Ik kan perfect zeggen, spelend viel ze van de wip. Of al huilend liep ze naar de juf. Hier staan dan nog twee andere voorbeeldjes. Je vindt deze PowerPoint ook terug op Smart School, mocht dit te snel gaan. En dan is het nu de bedoeling dat je de eerste opdracht maakt op pagina 427-428. Je kan het filmpje even op pauze zetten of je doet het helemaal op het einde. Vergeet wel niet, als er gevraagd wordt naar WWG of NWG, dat je dat dan even mag negeren. Dat is leerstof voor volgend jaar. En dan gaan we naar de volgende kenniskoffer op pagina 430. Dat is iets lastiger. Nu gaan we die werkwoorden onderverdelen. Dus we hebben allerlei verschillende vormen hoe een werkwoord kan voorkomen in een zin. Infinitief, stam, voltooideelwoord, tegenwoordig deelwoord. Maar we hebben ook een onderverdeling bij die zinnen. De eerste onderverdeling is vrij makkelijk. Dat zijn de zelfstandige werkwoorden. Dat zijn werkwoorden die je onmiddellijk betekenis kan toekennen. Wanneer ik die bijvoorbeeld spelen zeg of zwemmen, dan hebben jullie meteen een beeld in je hoofd. Je weet wat dat is. Je weet wat zwemmen is, je weet wat spelen, vertellen, lachen. Je ziet meteen iets verschijnen in je hoofd. Die kunnen dus alleen vandaar zelfstandig voorkomen, want ze hebben betekenis. De meeste werkwoorden, zijn zelfstandig, maar het zijn niet de meest gebruikte. Wij gebruiken veel vaker andere werkwoorden, zoals zijn, hebben, mogen. En vandaar dat deze werkwoorden zijn er dan wel de meeste, maar we gebruiken ze niet zo vaak. Bijvoorbeeld studeren, je weet wel wat is, plassen, hetzelfde, eten, ook. Hier moet je dan opletten, het zijn hier bij deze werkwoorden dat je een ADPV kan hebben. Bijvoorbeeld, hij plooit de was op. Opplooien is de infinitief, op is ADPV. Of, bel me nu eens terug, terugbellen, terug is ADPV. We hebben ook wederkerende voornaamwoorden, wederkerende werkwoorden, die dus verschijnen met een wederkerend voornaamwoord. Hopelijk doet dat ook nog een belletje rinkelen. Enkele voorbeelden. Het kind kleedt zich aan. Ik frustreer me nu heel erg hard. Stel je voor dat dit filmpje enorm je keel uithangt, dan is dat het geval. En dan hebben we dus een wederkerend voornaamwoord. Wanneer dat erbij komt, spreken we over wederkerende werkwoorden. Dan hebben we de hulpwerkwoorden. En hulpwerkwoorden helpen een ander werkwoord. Er staat dus altijd nog een ander werkwoord in de zin. Dat is meestal een infinitief of een voltooid deelwoord. Soms twee infinitieven, soms een infinitief en een voltooid deelwoord. Dat kan allemaal. De hulpwerkwoorden zijn dus steeds de PV. De meest voorkomende zijn hebben, zijn, worden, zullen, moeten, willen, laten en mogen. En daar herken je dus die werkwoorden in die wij heel erg vaak gebruiken. Bijvoorbeeld, mogen die planten geplukt worden? Mogen is mijn PV en je ziet hier een voltooid deelwoord en een infinitief. Ik laat mijn hond loslopen. Ik heb hier nog een infinitief en laat helpt om loslopen te begrijpen.
Dan hebben we de koppelwerkwoorden. Zij koppelen het onderwerp aan de rest van de zin. Even snel kijken. Ik ben heel groot. Ja, wie is hier heel groot? Ja, ik natuurlijk. Ze schijnt ziek te zijn. Wie is er ziek? Ja, zij. Dus het koppelwerkwoord koppelt onderwerp aan de rest. En je moet die van buiten leren. Wij noemen die hier in Vlaanderen de zwabbels. In de cursus spreekt men van zwabbels. Ik vermoed dat het een Nederlandse variant is. Die A of die O maakt ook niet uit. En je moet die van buiten leren. Zijn, worden, blijven, blijken, lijken en schijnen. Je hebt die vooral volgend jaar erg nodig, dus zorg dat ze er nu al in zitten. En dan is het de bedoeling dat je weer even gaat oefenen. Opdracht 2 op pagina 429 moet je niet maken. Opdracht 3 en 4 op pagina 34, 431 maak je wel. En dan gaan we even verder bladeren naar cursuspagina 444. En daar gaat het op het correct vervoegen van werkwoorden in samengestelde zinnen. Wat eigenlijk helemaal niet zo moeilijk is, want je moet gewoon de spellingsregels volgen, zoals we die al meerdere keren herhaald hebben. Je ziet hier onze smurf staan. Excuseer. Hij smurft, smurf jij, jij smurft. Dat zijn de DT-regels die al heel vaak zijn uitgelegd. En als ik het me goed herinner, staat daar ook nog een PowerPoint van op Smart School. Dus je kan daar meteen starten met oefenen. Maak opdracht 1 tot en met 6. Opdracht 1 en 4 zal ik zo meteen dicteren. En je vindt de verbetersleutel van alles volgende week op Smart School. Alvorens ik start met dicteren, nog even dit. Op Smart School vinden jullie ook een taak rond de werkwoorden. Je moet deze digitaal maken. Je downloadt het document en plaatst deze dan nadien in de juiste uploadzone. Dan ga ik nu van start met het dicteren van opdracht 1 en 4. Je kan de video op pauze zetten en zo vaak herbeluisteren als je wilt. Ik moet er wel even naartoe bladeren. 454. Opdracht 1. Gestofzuigd. Omkleden. Produceert. Raden. Richten. Gemorst. Werd. Vond, verplanten, overgeroeid, haasten, benoemd, schreeuwend, inladen, vermoed. Probeer de oefening zo te maken dat je telkens de oneven eerst invult en dan de even. Dan is het niet te snel gelezen. En je kan telkens opnieuw luisteren. Opdracht 6 dan? Nee, het is niet opdracht 4. Excuseer, pagina 400. 55. Stonden, vlijden, bekleden, wordt, melden, vindt, kunt, gevluchten, gedeelde en penden. Het werkwoord vlijden wil zeggen dat hij neerlegt, dat is met een lange ei. En penden, iets naar elkaar pennen, wil zeggen dat je naar elkaar brieven schrijft. Dat was het. Zo zouden jullie alle oefeningen moeten kunnen maken en de taak. Als er vragen zijn, dan is er ook nog steeds de live sessie. Wanneer er problemen zijn, mag je mij altijd mailen. Veel succes en tot de volgende sessie.